Hallo allemaal, ik ben Hanpei. Ik ben nu 17 jaar oud en ik heb het afgelopen jaar meegedaan aan het Chinese Gap Year programma hier bij de ICLP. Voor mij zijn er eigenlijk wel een aantal redenen waarom ik heb gekozen om hier aan mee te doen. Waaronder dus eigenlijk het feit dat ik nu nog 17 ben. En ik dus nog een jaartje wilde geven en op mijn 18e pas naar de universiteit wilde gaan. Maar ook wel omdat ik, heel eerlijk gezegd, niet zo goed wist wat ik wilde doen. En als laatste denk ik, en dat is denk ik de belangrijkste reden, is dat ik bijvoorbeeld, alhoewel ik wel al een beetje Chinees kon spreken, het eigenlijk heel beperkt was en ook ik helemaal geen enkel teken kon lezen. En ikzelf, ik woonde dan natuurlijk met mijn ouders, maar mijn grootouders woonden dus ook bij mij thuis. En ik kwam er dan eigenlijk vaak achter dat als ik met hun aan het praten was, ik moeilijk over dingen kon praten die niet heel erg oppervlakkig waren. Also, hoe is het weer vandaag? En daarom dacht ik, als ik toch echt wel goed wil converseren met mijn grootouders en daarnaast ook als Chinese Nederlander meer wil begrijpen wat mijn geschiedenis is en ook cultuur en bijvoorbeeld ook echt waarom bijvoorbeeld mijn ouders de manier zijn die ze zijn. Dat wil ik dus eigenlijk wel graag Chinees leren en ook wel meer over de geschiedenis. Toen ik hier als eerste aankwam, was ik eigenlijk wel vrij verbaasd dat de schaal eigenlijk best wel klein is. Ik had maar ongeveer 12, 13 klasgenoten. Ik dacht eigenlijk in het begin dat ik hier gewoon zou komen en dan lessen zou volgen en dan naar huis zou gaan, misschien een beetje zelf stad ontdekken en dan gewoon mijn huiswerk zou doen. Maar in principe was dat dus echt niet hoe dat ging, want omdat de groep dan eigenlijk wel vrij klein is en het eindstand ook wel allemaal mensen zijn met dezelfde doelpunten, hetzelfde doelen en dezelfde vrij gelijke ideeën als jij, dan vind je er eigenlijk wel heel gauw goede vrienden in en zorgt dat ook wel een beetje voor een soort, wel een vrij soort unieke dynamiek waar het bijna een familie is, zou ik zeggen, omdat je eigenlijk ook niet zo heel erg een keus hebt, maar ik denk echt wel dat dat iets is wat ongelooflijk goed voor je is en heel belangrijk om even mee te maken. Daarnaast, over het school, over het lesprogramma zelf, het is wel best wel intensief, dat moet ik wel zeggen. Ik heb eigenlijk wel heel erg veel uren in huiswerk gezet. En daarnaast, zeker omdat ik eerst toen ik hier kwam, hadden ze mij op mijn redelijk hoog spreekniveau gezet. Ik denk voor bijvoorbeeld een Chinese Nederlander dat wel bovengemiddeld was. Terwijl ik eigenlijk helemaal geen enkel teken kon lezen of schrijven. En daarom heb ik dus heel veel extra uren in de piep moeten doorbrengen en dat allemaal oefenen. Daarnaast zijn de lesuren zelf vooral gefocust op spreken, dus schrijven en zo, zul je vooral zelf doen. Maar ik zou zeggen dat dat eigenlijk best wel goed is, want in principe heb je daar niet echt een docent voor nodig. Lesmateriaal zelf leren we dus tegelijkertijd over de taal zelf natuurlijk gewoon. Ja, gewoon woorden stampen, tekens stampen en een beetje meer gevoel krijgen voor de taal. Want Chinees is zeker wel een taal waarbij je een heel hoge context nodig hebt, ook cultureel gezien, omdat je zoveel kleine gezegdes hebt waarbij je eigenlijk ook wel wat moet weten over de geschiedenis en zo. En tegelijkertijd leren we dan ook toch wel heel erg veel over de cultuur en de geschiedenis. Bijvoorbeeld het boek waarmee ik begon. Daarmee leerden we, dat heette Talks on Chinese Culture, en daarmee leerden we eigenlijk gelijk heel veel over bijvoorbeeld hoe traditioneel gezien, hoe Chinese familiewaardes en zo zijn ontstaan, over geschiedenis, over bijvoorbeeld de burgeroorlog. En dat is echt wel heel interessant. En daarna, na dat niveau, hadden we zelfs een semester waar wij leerden hoe je klassiek Chinees kon lezen en begrijpen.
En dat vond ik eigenlijk het meest interessante deel, om eerlijk te zijn. Omdat, nou, ten eerste heb ik altijd filosofie al heel leuk gevonden en kunst. En daarnaast krijg je eigenlijk ook wel een veel diepere blik over, over echt, nou, waarom de Chinese cultuur is zoals het nu is. En ook, en ja, het is echt wel ook wel een van de langste geschiedenissen in de wereld. En dan kom je wel echt achter heel veel interessante dingen. Bijvoorbeeld, ik denk dat we allemaal wel eens weten wie Confucius is. Maar of je nou echt weet wat hij ooit heeft gezegd, of waarom hij dat zei, is natuurlijk wel wat minder bekend. En ik denk echt wel over het algemeen dat dat het ontzettend interessant is en ook echt wel heel cool om over te leren. Ontzettend veel eigenlijk. Elk semester hadden wij ongeveer twee uitjes van meerdere dagen en een aantal van één. En die waren echt wel wat speciaals. En ik denk ook echt dat ik ze in mijn eentje nooit had kunnen doen. Bijvoorbeeld, in de eerste semester gingen we bijvoorbeeld de inheemse inwoners van Taiwan leren kennen. Want zoals jullie misschien weten zijn dat eigenlijk dus helemaal niet mensen van bijvoorbeeld Han-Chinese etniciteit. Leerden we bijvoorbeeld van ze gewoon een aantal dingen over hun cultuur. En we gingen zelfs mee jagen met een groep. En dan hebben we dus een dier gejaagd en zelf opgegeten in de bergen. En in het tweede semester gingen we dan eigenlijk meer leren over geschiedenis. En daar hadden wij dan bijvoorbeeld een uitje naar Jinmen. Dat is dan een eiland eigenlijk heel vlakbij China. En daar leerden we heel veel over de burgeroorlog, over wat er over is gebleven van die oorlog, hoe dat mensen nu nog beïnvloedt. En daarnaast is het ook echt wel een ontzettend mooi eiland. En je kunt vandaar eigenlijk ook gelijk China zien, wat dan een vreemd contrast is om te zien. En in het derde ging het dan meer over natuur. En op één uitje zouden we eigenlijk een berg gaan beklimmen, maar dat is helaas niet gebeurd. Ik weet niet of jullie het hebben gezien door de aardbeving van recentelijk. Dus dan was het niet zo handig om te gaan bergbeklimmen. Maar daarna gingen we ook nog naar een andere plek, ook wel redelijk hoog op de bergen, om thee te maken. En dat hebben we dus zelf geplukt en dan zelf laten fermenteren en helemaal zelf gemaakt. En dat is echt wel een ding waarbij ik denk dat je dat normaal gesproken nooit zou meemaken. Ik als één persoon, hoe zou je daar ooit aan beginnen? En het feit dat ik wel door het programma zulke ervaringen heb meegemaakt, vind ik wel echt heel speciaal. En ben ik echt wel ontzettend dankbaar voor. Daarnaast hadden we ook nog wel kleine cultuurlessen, noemden wij die. En daarbij, dat zijn gewoon kleine activiteiten in het lokaal, in het lesgebouw. En het gebouw zelf is eigenlijk vrij klein, er zijn maar een stuk of 10 lokalen geloof ik, we zitten er nu. En daarbij heb je gewoon een aantal klasgenoten en een aantal docenten. En in het gebouw zelf gingen we dan dingen doen als bijvoorbeeld mahjong leren of leren over de tradities en geschiedenis achter thee of Chinees schaken of bijvoorbeeld, op een gegeven moment hebben we zelfs een escape room gedaan, niet dat het heel veel met de cultuur te maken heeft, maar goed. En daarnaast vond ik de faculteit, de docenten, alles echt wel ontzettend top. Het was wel super fijn. De docenten zijn echt wel heel aardig, heel fijn. Meestal zijn ze best wel jong. En ze raden gewoon, je gewoon restaurants aan, leuke dingen om te doen. Ze praten met je. En een groot deel van de les is eigenlijk ook gewoon lekker kletsen met ze, maar natuurlijk in Chinees. En ze gebruiken echt wel heel subtiele manieren om nieuwe woorden, nieuwe grammatica, gewoon even erin te proppen, zonder dat je het door hebt. En bijvoorbeeld de hoofddocent hier, hij is een sinologist, hij weet zo ontzettend veel. Elke vraag die ik hem vroeg over geschiedenis en of over bijvoorbeeld de thee of zo, dat wist hij gewoon allemaal. En Chinese filosofie en verschillende stromingen, alles. Elke vraag kon hij gewoon beantwoorden. En dat is echt wel gewoon super tof. Het is echt niet een kans die je normaal gesproken zomaar kan hebben. En dat is natuurlijk ook wel ontzettend belangrijk voor hoe snel je leert en eigenlijk ook hoe interessant je het materiaal vindt.
Op het algemeen denk ik wel dat het hele curriculum echt wel goed in elkaar is gezet. En ik heb echt wel een best wel lekker, efficiënt dag-tot-dag leven gehad. Gewoon vooral dat ik... Over het algemeen gaat het gewoon... Ik ging naar les in de ochtend en dan rond 11 tot 12 was ik klaar. Net wat anders in elk semester, maar over het algemeen hetzelfde. En daarna eet je gewoon even wat lunch met vrienden. En dan ga je naar huis om bijvoorbeeld even te studeren. Even je huiswerk te maken en dan daarna gewoon wat het avondeten of met vrienden of zelf. En over het algemeen is het fijne dus wel dat je eigenlijk met praktisch elke maaltijd buiten kan eten met bijna dezelfde kost als het je zou kosten om in Nederland voor jezelf te koken. Als je een beetje slim met je geld omgaat, kun je met minder dan 8, 9 euro per dag gemakkelijk rondkomen. 2-3 maaltijden uit eten elke dag. En het is ook wel echt lekker eten hier. En uiteindelijk, na 3 semesters, na 9 maanden, is mijn Chinees ook echt gigantisch vooruit gegaan. Mijn accent is zo goed als volledig weg. Ik kan eigenlijk al net zo goed lezen als ik kan spreken. Alhoewel dat echt wel, ik denk, aan je eigen inspanning ligt. Want niet elke persoon heeft natuurlijk dat bereikt. En daarnaast denk ik ook dat ik echt wel veel meer kennis heb opgedaan over gewoon Chinese geschiedenis, cultuur, Taiwanese geschiedenis ook. Daarnaast, het gekke is dat wanneer je deze boeken leest, dat je soms wel ook wel beseft dat voor het eerst, in tegenstelling tot wanneer ik dan Nederlandse geschiedenisboeken lees, of bijvoorbeeld in de les tijdens de globale, dat je eigenlijk echt de geschiedenis leert van je eigen familie. Van waarom jouw familie nu is zoals het is, waarom het hele Oosten, terwijl eigenlijk historisch gezien een derde van de wereldpopulatie en een derde van geschiedenis heeft plaatsgevonden in China, waarom de wereld nu daar dus zo is zoals het is, terwijl je dat eigenlijk, dat is natuurlijk in Nederland niet zo goed leert. En ik denk eigenlijk dat ik nu gewoon met zelfvertrouwen naar huis kan gaan, bijvoorbeeld met mijn oma kan spreken eindelijk, wat eigenlijk wel mijn originele doel was. Oh, Bei, as I know, you are not staying in Taipei Paradise with most of the other CGI students. Do you think that has affected you? Well, a little bit at least. I wouldn't say it's like made me and the other people totally different. I think, of course, it's easier to become friends with someone you live with each other or just in the same building in general. Most of the guys live in the same apartment, although three of them live separately, but in the same building. But I don't think it's made that big of a difference at all. Although, of course, when we hang out, I have to go a little further. I have to travel, 20 minutes to get there. But it's still not that bad. And I would say most of the differences and it's like how it's affected me is only... I think most of the difference was only at the start. Because when I got here on the first day, they'd already met because they'd been living together for like a day or two at least. And I guess back then I did feel a little bit intimidated because it felt like everyone was already acquainted. But since there's really not that many people usually in the first place, groups aren't formed as isolated as they would in high school, I would say, because, well, there's just not that many people. You're gonna talk to each other, you're gonna be in classes with each other, and naturally, within a day or two, you're gonna become friends pretty quickly, especially because after class, usually we all eat lunch together and dinner as well. And the guys, for example, usually every Friday and Saturday, they host like a prize thing, where we just go there and we have just like maybe we play a video game, we have some fun. But in general, I wouldn't say it's affected me too much. Okay, thank you.